Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Er moet weer gekookt worden vandaag. En ik heb voor vandaag een tomatensoep en mini sausijzenbroodjes. Maar hier zit waarschijnlijk een beetje veel in dit pakje. Dus ik heb hier een kommetje bij gepakt. Dus dan doe ik dat kommetje even vol. Dan giet ik dat kommetje zometeen over in de pan. Dan maak ik het even warm en dan... heb ik aan één kopje wel genoeg, denk ik. Oké, ik heb de soep in dit kopje. En die giet ik dan even over in deze pan. Zo, dus het kopje soep zit erin. Dan ga ik het even warm maken. En dat doe ik dan ongeveer 3-4 minuten over. Want voor mij hoeft soep niet per se heel warm te zijn. Een beetje is goed, maar als hij te warm is, dan verbrand ik mijn mond. Dus ik moet trouwens even een spatel hebben. Om af en toe een beetje te roeren. Hebben we nog een spatel trouwens? Of weet ik wel, we hebben dit. Zo goed wezen, hè? Dus dan doe ik gewoon even af en toe een beetje doorheen roeren door de soep. En zou de tomatensoep wel goed lukken. Nou. Even goed roeren. Het heeft trouwens wel een beetje een sterke geur. Ik vind die geur nooit echt lekker van tomatensoep. Maar ja, ik heb er ook balletjes in. Want soep zonder ballen, dat vind ik nooit zo lekker. Ik ben echt iemand die er vindt dat de ballen in moeten. Dus ja, even een beetje doorgaan met koken. We kunnen ook gelijk een liedje bij zinnen. We maken tomatensoep. Nee, laten we maar niet gaan zinnen. Dat is niet echt mijn ding. Ja, de soep begint te koken hoor. Dat gaat goed. Zometeen een lekker kopje tomatensoep. Zo, de soep is gekookt. Ik zal hem even overgieten. Hier in dit kopje. Eens kijken hoe ik dat het best kan doen, zodat ik het niet ernaast giet. Dat wordt toch alleen maar homo. Dus ik giet het gewoon zo even in. Oeh, dat is wel warm trouwens. Nou. Dat zit erin. Ik zal even dit pannetje even schoonmaken. En daarna in de vaatwasser doen. Tenminste even omspoelen. En dan de vaatwasser erin. Zo. En dan even genieten van de soep. Nou, even proberen of de soep lekker smaakt. Een beetje goed roeren nog even. En neem ik even een hapje. Ik hoop dat het niet te warm is, anders brand ik nu mijn mond. Zo. Wow, 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 wow. Nou, de soep is nog wel een beetje warm. Ik wou hem niet te warm maken, maar... verbrandt hij toch bijna mijn mond. Nou, weet je wat ik doe? Ik laat hem even afkoelen. Een minuutje of twee. En dan ga ik daarna hem nog weer even proeven. Nou, ik zou mijn soep maar weer eens proberen. Mijn tomatensoep. Eens kijken of die lekker is. Even een stukje met een balletje erbij. Nou, ik heb hem goed gemaakt, zeg ik het zelf. Maar ik heb hem ook zelf gemaakt. Al is dat ook niet heel moeilijk, hè, om tomatensoep te maken. Gewoon even het pannetje een paar minuutjes warm zetten. En dan ben je al klaar. En het is nog gezond ook, want het is van tomaten. En tomaten zijn gezond. Dus ik denk ook weer aan mijn gezonde lichaam. Om een beetje gezond te blijven. Want jullie weten het... Ik ben altijd bezig met mijn gezondheid. Goed, ik ga ook even wat mini sausijzenbroodjes maken. Maar hier zitten er 12 in, dus ik denk dat ik eerst 6 ga doen. En als ik daar nog honger heb, maak ik die andere 6 ook wel even. Zo, de mini sausijzenbroodjes in de airfryer. 8 minuten op 180 graden. Dus ja, even wachten en daarna lekker eten. De mini sausijzenbroodjes zijn klaar. Ik zou ze even op mijn bordje neerleggen. Want dan kan ik ze zo even lekker eten. Kijk, ze zijn ook goed bruin geworden. Dus dat is mooi. Dus kan ik ze lekker gaan eten. Nou, ik ga even genieten van mijn mini sausijzenbroodjes.
deze smaken heel lekker. Dus ik blijf even lekker door eten. Maar goed, ik ga even mijn eten verder opeten. En ik kijk even televisie. Ik ben een aflevering van Oppas aan het kijken. Ik weet niet of jullie die serie kennen. Maar dat was een serie met twee opa's. En ik ben nu die aflevering aan het kijken van Kleren maken de man. Voor als je het wel weten. Dus, ik kijk even verder televisie. En ik ga even eten. En ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.